Nou, ik was super blij mee. Maar ik was pas blij toen ik mijn pasje terug had. Hallo. Hi. Is mama er? Oh, Koos. Hoi. Hi. Hi. Kom hier. Oh. Super. Ja, nee, met alle liefde. Alsjeblieft. Oh, dat had toch niet hoeven. Jawel, jawel. Nee, dat heb je verdiend. Dus ja, ik was helemaal overstuur. En die mevrouw die stond daar, ik had haar nog nooit gezien. En ze zegt, nou, maak je niet druk. Doe de boodschappen in de tas en ga naar huis en laat je pasje blokkeren. Ik vraag aan de kassière van, joh, weet je, om hoeveel gaat het? Ja, dan zegt ze €55. Ik zeg, zet maar op mijn bon. Ik heb het zelf heel moeilijk gehad. Ik ben 2,5, 3 jaar geleden gescheiden. En ik kwam alleen te staan met mijn kleine man. En minimumloon, eigenlijk nog daaronder, particuliere huur. Dus hoge kosten, weinig dat overbleef. Dus ik was genoodzaakt om elke donderdag naar de voedselbank heen te gaan. En ik heb nu een hartstikke goede baan bij een hartstikke leuk bedrijf. Ja, weet je, wat je door kan geven, moet je doorgeven. Wie goed doet, wie goed doen moet. Nou, ik was super blij mee. Maar ik was pas blij toen ik mijn pasje terug had. En mijn zoon had gesproken en dat we zeiden van, we gaan er alles aan doen om haar te vinden. Hier zit de zin. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel, we gaan het doneren aan de voedselbank. Ja, prima. En we gaan samen boodschappen doen voor ze. Ja. En dan gaan we het samen afgeven.